Gaat goed? Zeker. Heb jij een lekkere vrije dag gehad gisteren? Heerlijk. Wat heb je gedaan? Ik heb lekker in het zonnetje gezeten, even naar het strand geweest. Lekker. Dus wel lekker inderdaad. Ben je een beetje bijgekomen? Ja. Ja? Ja. Ja, wat goed. Hey, we zijn bij elkaar vandaag voor het opleidingsoverleg, zoals je weet. Ik ben heel benieuwd hoe de afgelopen week voor jou was, je eerste week op de stage bij ons. En ik ga je een instructie geven over hoe je je glazen moet poleren. Oké. Okay. Dat heb je als het goed is niet eerder gedaan, hè? Klopt dat? Nee, dat heb ik hier nog niet gedaan. Nee, oké, okay, super. Dat ga ik zo in een aantal stappen met je doorlopen. Ja. Zodat ik het over 3 weken kan aftekenen in jouw aftekenlijst, als ik dat goed heb beoordeeld. Goed. Heb je verder nog dingen vandaag die jij graag wil bespreken? Nee, op dit moment niet direct. Nee, oké. Okay. We hebben 25 minuten de tijd voor dit gesprek. Wat ik van jou verwacht is dat je actief meedoet, dat je goed oplet en als je vragen hebt, stel ze gerust. Prima. Ja. Allereerst, hoe vond je het de afgelopen week gaan? Ja, leuk. Het was wel erg druk was het. Dus ja, het was, de eerste dag was ik wel echt aan het zoeken een beetje waar ik moest zijn en dat was allemaal wel snel. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, ja, dat zie ik ook aan je, dat je daar wel goed mee om kunt gaan met drukte en een beetje chaos, toch? Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste tot nu toe. Ja, ja. En hoe vind je dat we samenwerken met elkaar? Ja, leuk team is het. Ja, hè? Veel grappen, dus dat maakt het wel gezellig. Ja. En wel een beetje, iedereen is wel redelijk direct. Ja. Dus op zich ook wel. Ja, dan weet je wel gelijk waar je aan toe bent en wat je moet doen. Ja, klopt. Het is ook een beetje onze bedrijfscultuur. We zijn heel erg open en eerlijk tegen elkaar. Ik hoop ook dat jij daar mee om kunt gaan en dat je dat ook doet naar ons toe. Ik vind het heel fijn dat je alles eerlijk zegt tegen ons. Okay. En verder vind ik dat je het hartstikke goed oppakt. Je bent de afgelopen weken heb je keihard gewerkt. Je bent ontzettend betrokken geweest bij ons en heel flexibel. Dus complimenten daarvoor. Ja, nou, bedankt. Wat ik wilde bespreken is, we gaan glazen poleren. Okay. Dat heb je nog niet eerder gedaan, had je gezegd? Nee. En weet je waarom het heel belangrijk is, glazen poleren in ons bedrijf? Sowieso als er vlekken op zitten, dat ziet er gewoon niet echt heel mooi uit als je een glas met vlekken hebt. Nee, dat klopt. Heb je wel eens dat gezien bij ons in het rij, dat het niet goed schoon was of wat dan ook? Nou, het is mij tot nu toe nog niet opgevallen. Meestal waren de glazen volgens mij gewoon netjes gepoleerd. Ja. Wat denk je dat zou gebeuren als dat wel zou gebeuren? Nou ja, ik denk dat gasten dan het idee hebben dat ze een vies glas krijgen. Ja. Ja, dat de hygiëne over het algemeen niet goed is. Ja. Ja, klopt. En dat is ook wel het doel waarom ik je dit wil uitleggen. Het is echt belangrijk dat onze glazen en onze servies natuurlijk schoon is voor de gasten. Ja. De kwaliteit van ons bedrijf willen we erg hoog houden. En dit is één onderdeel daarvan. Oké. Okay. Ja. Wat ik ga doen, ik ga het allereerst straks voordoen op bedrijfssnelheid. Ja. Dan kun je zien hoe ik eigenlijk wil dat je het doet aan het einde. Okay. Dan ga ik het stap voor stap ga ik het aan je uitleggen. Dan, als je wil, doen we het samen. Als je het niet wil, kun je gelijk alleen laten zien of je het kunt en even oefenen. En dan bespreken we het na en dan kun je thuis verder oefenen en hier bij ons. En over 3 weken ga ik je dan beoordelen. Prima. Helder? Is duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Super. Allereerst, wat weet je over glazen poleren? Weet je daar iets van? Iets over vertellen? Ja, je hebt er sowieso een theedoek voor nodig. Ja, zeker. Weet je ook wat voor theedoek? Nee, dat weet ik nog niet. Welke van deze 4 theedoeken zou jij kiezen om glazen te poleren? Misschien deze, omdat het dan extra dik is of zo? Die rode? Ja. Nee, dat is niet de goede. Oh. Dit is wel een bekende theedoek. Dit is echt een keukentheedoek. Ja. Het nadeel is van deze. Deze is van katoen en er zitten een beetje pluisjes in. Ja. Heb je wel eens gezien dat er dan wel eens wat stof op een glas zit? Ja, dat is mooi. Dat heb ik wel. Als je ergens aan gaat eten, dat komt doordat er verkeerde theedoek is gebruikt. Okay. Deze laat stof achter. Deze, weet je wat dit voor doek is? Ja, ik weet niet van wat deze gemaakt is. Nee, dit is een diendoek. Dit is echt voor warme borden vast te houden bij ons. En deze twee, dit zijn echt poleerdoeken. Okay. En waarom? Deze, hier zit ook linnen in. Het maakt ook dat er dus geen stof wordt achtergebleven en dat het veel water opneemt. Ja. Dus het is belangrijk het verschil wat onderscheiden. En ook als er deze in de keuken belanden, moet je altijd zeggen, hey, die zijn voor onze glazen. Ja. Dus houd het goed in de gaten okay. Wat het verschil is. Verder, waar zou je op moeten letten qua hygiëne, denk je? Qua hygiëne? Ja. Nou ja, sowieso dat het glas al van tevoren gewoon schoon is. Dat er niet nog
resten van drinken eraan zitten. Ja, ja, goed. Ja, klopt. Ik weet niet waar ik voor de rest eigenlijk op moet letten. Nou, het is ook belangrijk dat je niet te veel met je vingers het glas beet pakt. Ook als je ermee bezig bent of achteraf. Je pakt hem altijd bij het pootje beet. Ja. En wat ze vroeger altijd deden is even zo. Dat is natuurlijk helemaal niet hygiënisch. Ja. Dus dat doen we niet meer tegenwoordig. Wat heel belangrijk is qua hygiëne is dat je met schoon glas werkt inderdaad. Schone theedoeken, kokend water en dat je niet met je vingers het glas zelf aanraakt. Dat is belangrijk. Ja. Zijn er nog dingen qua veiligheid waar je op moet letten, denk je? Ja, dat je het glas niet te hard vastpakt, dat je het niet kreeg. Ja, klopt. Ja, ik heb zelf een hoop glazen laten sneuvelen doordat je te veel druk zet, te hard beet gepakt, dan gaan ze kapot. Het is wel goed om te weten, deze glazen zijn 10 euro per stuk. Dus het is best wel zonde. En tuurlijk, je mag fouten maken, daar ben je leerling voor. Maar probeer wel voorzichtig te doen. Ja. Of oefen eerst met die kleinere glazen, want we hebben ook hele grote. Doe die dan als je deze techniek echt doet. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je op moet letten, denk je? Wat je deed? Ja, dat je gewoon niet. Dat je het gewoon onderscheidt, lijkt mij. Dat je gewoon de schone glazen aan één kant doet. En, en de glazen die je nog niet hebt gedaan aan de andere kant. Ja, zeker. Heel goed. Ja. Verder, wat ook nog handig is om te weten, als je glazen hebt gepoleerd, als je het die avond gaat gebruiken, dus als je hem gelijk de glazen nodig hebt, zet je ze zo terug neer in de kast. Maar als je ze nou lang wil bewaren, dus je hebt ze pas morgen nodig, bijvoorbeeld. Oh, dat zijn die glazen die omgekeerd staan in de kast. Heel goed. Ja, dan zetten we ze er zo in. Weet je waarom dat is? Zodat er geen stof bij komt. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, dus dat is als je ze nu nodig hebt, zet je ze zo neer, morgen andersom. Ja. Is duidelijk? Duidelijk. Oké, ik ga even 2 koelers halen. Ga jij maar vast staan. Ik zal het je laten zien allereerst op bedrijfssnelheid en dan doe ik het zo stapsgewijs en samen. Ja. Let goed op. Oké. Wat ik heb gedaan, ik heb 2 champagnekoelers gevuld met kokend water. Belangrijk is dat het water heel erg heet en zeg maar echt net gekookt is. Ja. Daarom probeer altijd de handeling af te maken als je ermee bezig bent en niet te laten staan. Dat is ook onveilig, hè? Ja. Pak je een glas bij het steeltje beet in je ene hand en in je andere hand pak je de punt van de theedoek beet. Dan doe je het glas boven de koeler en dan laat je hem helemaal vollopen met stoom. Tot hij helemaal gevuld is. Zie je dat hij helemaal gevuld is? Ja. En dan doe je het pootje van je glas doe je in de hoek van de theedoek. Waarom? Dan heb je zoveel mogelijk stof. Ja. En dan kun je de hele theedoek, al deze stof, kun je in het glas stoppen. Dus die prop je er helemaal in. Ja. En belangrijk is dan dat je met je duim en je wijsvinger goed langs het randje gaat. Ja. Weet je waarom? Dan hou je geen plek dan. Ja, en daar zit ook vaak nog een lippenstiftrand op, wat dan ook. Dus het is belangrijk dat die, dan ga je dus met een draaiende beweging. Ik ga met mijn rechterhand naar rechts en met mijn linkerhand naar links. Zie je dat? Ja. Dus ik pak gelijk het pootje en het hele glas en de buitenkant. Wat ik nu nog niet heb gepakt is de onderkant en het pootje zelf. En die doe ik dan daarna nog even na met mijn theedoek en het pootje. En als het goed is, is die nu helemaal schoon en vet en streepvrij, maar check het altijd nog even in het licht. Ja. Dus dan kijk ik in een felle lamp, kijk of die helemaal goed is. En soms dan, als die niet goed is, dan kun je de handeling nog een keer herhalen. Ja. Is duidelijk wat de bedoeling is? Ja, lijkt me wel. Wil je het samen doen of zeg je, ik kan het wel alleen? Ja, ik wil het wel even proberen en of het dan niet goed gaat, dan hoor ik het goed. Hè? Mag je het alleen proberen en dan, als het niet goed gaat, dan zal ik je bijsturen. Zou je willen vertellen wat je doet? Ja. Ja? Nou ja, ik pak sowieso die linnen theedoek pak goed bij. Ja. Had ik wel nog een vraagje, als ik hem dan boven hou, moet ik hem dan al met de theedoek dan al vasthouden? Hoeft niet per se. Nee, want je pakt hem daarna nog een keer met de theedoek. Ja. Dus dan hou ik hem zo hierboven. Ja, heel goed. Volgens mij is hij nu wel, genoeg dan. Dus heb ik hem hierbij vast. Een puntje. En dan, nou ja, dan moet je alles erin proppen. Ja. En dan doe ik dan
met me doe ik de ene kant en dan de andere. Maak ik hem. Zo. Ja, super. Zo, nog even aan de zijkant. En dan even in het licht houden om te kijken of er geen vlekken zijn. Ja, mag ik hem even checken? Ja. Super, in één keer goed. Ah. Cool. Was het zo duidelijk? Het was wel duidelijk. Het is helder. Oké, gaan we weer zitten. Goed. Hoe vond je het gaan? Volgens mij wel. Wat ging er goed? Ik had wel door hoe het moest. Ja. Ik denk dat ik het gewoon nog wat vaker moet doen om er gewoon wat sneller in te worden. Want anders gaat het gewoon een beetje langzaam anders. Ja. Ja. Dus het is denk ik gewoon meer oefenen. Ja. En heb je nog andere verbeterpunten of dingen die je nog beter kan doen? Misschien hoe ik net met de theedoek het vastpakt of zo. Ja. Want dat ging in het begin een beetje onhandig. Ja. Maar dat is denk ik echt puur wat je zelf ook al zei. Als je wat meer oefent, dan krijg je er vanzelf handigheid in. Ik vond dat je hem voor de eerste keer hartstikke goed deed. Je hebt hem goed opgepakt en je glas, je resultaat was er ook naar. Okay. Maar het is inderdaad belangrijk dat je veel gaat oefenen. Ja. Zodat je hier snelheid in krijgt. Zodat we dat je deze vaardigheid goed kunt. Probeer ook thuis bij je moeder te helpen met de afwas. Gelijk even glazen poleren. Dan kan ik hem over 3 weken kan ik hem beoordelen. En dan kan ik hem gaan aftekenen. Ja, dan vraag ik gewoon of ik morgen of vandaag nog dat gewoon bij de bar kan staan. Ja, super. Je mag gewoon altijd helpen en altijd even meekijken met iedereen hoe ze het doen inderdaad. Dus dan moet het vast helemaal goed komen over 3 weken. Lukt dat vandaag ook met de drukte? Zeker weten. Oh, okay. Ja, daar ga ik ook voor zorgen. Oké, prima. Nou, heel veel succes. Ja, en dan zie ik je morgen. Ja, oké. Tot morgen. Tot morgen. Hey, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Heb je goed kunnen oefenen met het poleren? Ja, zeker. Ja? Hoe ging het? Het gaat steeds beter. Ja? Ik hoop dat het nu Ik hoop het ook. Ik ga je vandaag beoordelen, zoals je weet. Dat is spannend. En als het goed gaat vandaag, dan zal ik hem aftekenen in je map. En als het niet goed gaat, dan plannen we een ander moment. Dan kun je nog even rustig oefenen. En dan kan ik hem alsnog voor je aftekenen. Ja. We hebben ervoor 5 minuten de tijd. Ja. En wat ik van je verwacht is dat je vandaag alleen laat zien wat ik in stap 1 heb gedaan op bedrijfssnelheid. Dus je hoeft er ook niet bij te praten. Oké. Ja? Ik zal een en ander gaan opschrijven. Dat betekent niet dat het niet goed is. Ik schrijf ook de goede dingen op. Dus daar hoef je niet zenuwachtig van te worden. Ik zal ook een andere houding aannemen. Ik neem een wat neutralere houding aan. En ik zal kijken hoe je het doet. En verder ga ik je wat vragen stellen over de theorie die we vorige keer hebben behandeld. Is het duidelijk? Ja. Super. Wat weet je nog over het poleren van glazen? Wat is belangrijk? Nou, dat ik een linnen doek ervoor gebruik. Ja. Omdat je anders van die stofdeeltjes eraan blijft zien. Ja. Dat je sowieso het kokend water ervoor nodig hebt. Ja. Het moet scheiden. Ervoor moet zorgen dat je geen vlekken op de glazen ziet. Super. En gewoon het nog even moet nakijken of in het licht. In het licht, ja. En wat is belangrijk qua hygiëne om extra goed op te letten? Qua hygiëne moet je er gewoon op letten dat het schone glaas, dat er geen resten nog op zitten van lippenstift of wat dan ook. Ja, heel goed. Qua hygiëne voor de rest. Ja, dat je doek ook gewoon schoon is. Ja, heel goed. En dat je vingers niet aan het glas zitten inderdaad. Ja, helemaal goed. Verder qua veiligheid, zijn daar nog dingen waar we op moeten letten? Ja, niet te hard drukken op het glas, want anders heb je kans dat het breekt. Ja, super. Nog iets anders? Dat was met de glazen. Dat als je het, maar dat is niet met veiligheid, dat is met hygiëne. Ja. Dat als je het de dag zelf gebruikt, dat je dan een potje. En als je het de volgende dag gebruikt, dan moet je het omgekeerd. Ja, heel goed. Heel goed. En wat verder belangrijk is, we werken met heet water, gekookt water. En dat is natuurlijk qua veiligheid is dat natuurlijk een beetje gevaarlijk. Dus probeer dat altijd gelijk op te ruimen als je ermee klaar bent. Ja. En tussendoor goed op te passen. En als laatste heb ik een vraag. Waarom denk je dat het poleren van glazen, goed poleren van glazen, belangrijk is voor onze bedrijfsformule? Dat geeft gewoon een goede indruk, geeft dat bij gasten. Gewoon dat je gewoon
gewoon schone glazen krijgt en ja. schoon bestek. Ja, super. Helemaal goed. Ja, en onze bedrijfsformule is ook dat we echt staan voor kwaliteit. En dat is ook schoon en hygiënisch. Ja. Super. Ik ga je beoordelen op deze punten die we net hebben besproken. Ja. En als ik al deze punten, zeg maar 9 van de 10 punten goed heb, dan zal ik hem aftekenen. Ja. Ik zal een beetje afstand nemen. Ik heb hier een koeler staan met kokend water. Het is nog heel heet, dus die kun je gebruiken. En dan neem ik een beetje afstand en dan wens ik je heel veel succes. Is goed, bedankt. Ja? Gaan we staan. Ja. Was dat goed? Volgens mij had ik hem wel op de juiste manier geprobeerd, alleen volgens mij mag er nu iets meer snelheid in, denk ik zelf. Ja, je bent wel heel kritisch voor jezelf. Ik vond, allereerst zou ik zeggen dat je hem heel goed hebt gedaan. Ik zal hem ook aftekenen in je map. Ik heb echt je woordvordering gezien. Je snelheid is ook echt vooruit gegaan. Hij is helemaal vlek en strip vrij. Dus ik heb eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, helemaal geen op- of aanmerkingen. Je hebt het echt heel goed gedaan. Oké. Ja, nou, mooi. Dus ik zal hem aftekenen in je map. En ik denk dat jij wel klaar bent om hierna, om volgende week verder te gaan, om een tafel te gaan opdekken. Ja, prima. Ben je daar klaar voor? Vind je dat denk wel. Het lijkt me leuk. Super. Oké. Dus dan mag je volgende week weer je map meenemen en dan ga ik je die instructie geven. Dat is goed. Ja? Ja. Oké. Succes. Bedankt.